Een heel goeie avond. Vandaag brengen we een uniek spionnenverhaal uit eigen land. Daarvoor gaan we terug naar het einde van de jaren 70. Eugène Michiels is dan directeur op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. In volle koude oorlog begint hij te spioneren voor de Russische en de Roemeense geheime dienst. De vijand verleidt Michiels eerst met etentjes en met geschenken. Als blijkt dat hij te manipuleren valt, bieden de KGB en Securitate hem geld aan. In ruil daarvoor moet Michiels geheime militaire en politieke informatie bezorgen. De manier waarop dat gebeurt, waarop hij zijn contactpersonen ontmoet en hen vertrouwelijke documenten doorspeelt, lijkt op het scenario van een belabberde James Bond-film. Nog maar 25 jaar geleden waren die veredelde scoutspraktijken realiteit. Eugène Michiels is nu 82. Hij praat voor het eerst vrijuit over zijn spionagewerk. Zijn getuigenis is een spannend, maar ook een ontnuchterend verhaal over een Belgische spion in de Koude Oorlog. Brussel, 8 augustus 1983. Die ochtend gaat Eugène Michiels naar zijn werk zoals hij al bijna 40 jaar doet. De man werkt als directeur op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nog 4 maanden en hij zou met pensioen kunnen gaan. Van dat pensioen heeft hij echter nooit kunnen genieten. Om 8:45 op een bureau doet er iemand de deur open. Dan komen 3 personen binnen. Ze laten hun kaart zien, zeggen staatsveiligheid. Toen viel natuurlijk de hemel op mijn kop. De arrestatie van Eugène Michiels zou leiden tot het eerste en enige naoorlogse spionageproces in dit land. Eugène Michiels werd veroordeeld tot 8 jaar cel. Nu, 20 jaar later, praat hij voor het eerst. Het zijn de schoonste jaren van mijn leven geweest. Ik denk er nog met plezier aan terug. Dit is het verhaal van Eugène Michiels, een topambtenaar die jarenlang spioneerde voor de Russen en de Roemenen. Eugène Michiels wordt geboren in 1923 in het Hagerland. De jonge man gaat naar de universiteit in Leuven en studeert af als licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen. Merkwaardig, in zijn proefschrift heeft hij al belangstelling voor de Sovjet-Unie. Kort na de oorlog gaat Michiels aan de slag op het ministerie van Wederopbouw. De man maakt carrière als ambtenaar en begin jaren 70 wordt hij benoemd tot directeur op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik ben dan een geruime tijd blijven werken, verschillende jaren, en werd ik ineens verantwoordelijk voor de betrekking met Oost-Europa, met de Oostbloklanden. Het was een tijd van de Koude Oorlog tussen Oost en West. Eind jaren 70 is de wereld verdeeld in 2 blokken, het communistische Oostblok versus het kapitalistische Westen. De wapenwetloop neemt toe en ook verbaal wordt met scherp geschoten. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. In die tijd van gespannen verhoudingen wordt Michiels benaderd door Oost-Europese diplomaten, of wat daarvoor moet doorgaan. En door het feit dat ik dus verantwoordelijk was voor de betrekkingen met Oost-Europa, zijn er op een bepaald moment een Rus en een Roemeen bij mij op bijeenkomen en gevraagd of het zou gaan van regelmatig met hen in contact te blijven. Het is een onschuldige vraag en Michiels ziet dan ook geen enkel probleem. Hij wou gewoon vriendschap stichten met mij. Hij zegt, ik zou willen regelmatig met u contact houden. Gewoon als vriend, dat we over het een en het ander kunnen babbelen. En dat is dan ook zo gebeurd. Die vriend is de Rus Vladimir Kuznetsov. Kuznetsov is officieel eerste secretaris op de ambassade in Brussel. In werkelijkheid is hij een officier van de Russische geheime dienst. Die is mij dus verschillende keren komen bezoeken, zonder dat er sprake was van papieren te geven of zo.
Maar de staatsveiligheid volgt Kuznetsov en zij zien in 1976 al dat hij contacten heeft met Michiels. De contraspionage observeert hoe beide heren verschillende keren gaan eten in diverse restaurants. Michiels wordt bij zijn chef geroepen. Hij zegt, ik heb bezoek gekregen van de staatsveiligheid. En die hebben ontdekt dat je met Kuznetsov gaat eten. En ik heb tegen die mensen van de staatsveiligheid gezegd, daar is geen gevaar voor dat Michiels iets verkeerd doet. Hetgeen hij doet, dat is klassiek in de diplomatie. En je mag gerust zijn, meneer Michiels, die zal zeker niks verkeerd doen. Men kon vermoeden dat er wel pogingen werden in het werk gesteld om ambtenaren of diplomaten aan het praten te krijgen of daar documenten van te bemachtigen, gezien het klimaat van Koude Oorlog waarin we leefden sinds einde van de jaren 40 en de spanningen tussen Oost en West. En vermits men wist dat de meeste landen over ontwikkelde spionagediensten beschikken. Maar ook bestond er een mentaliteit bij ons dat wij niet zulke mensen hadden, of weinig, of dat uitzonderlijk zou zijn, dat we dus geen politiesysteem zo van systematische controle moesten instellen dan in andere West-Europese landen en Oost-Europese landen. Heeft men het probleem onderschat? Soms heb ik de indruk van wel, ja. De staatsveiligheid wil Michiels ondervragen, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken laat het niet zo ver komen. Michiels verklaart daarover later. Laat M zeggen aan de staatsveiligheid dat daar geen enkele reden toe is, want dat die contacten van Kuznetsov met Michiels in het normale kader van zijn werkzaamheden liggen. Zo is de zaak in de doofpot gestopt. En waarom hebben we uw baas nu dan beschermd? Omdat ze zoveel vertrouwen in u hadden? Ik denk het, ja. Wat ik nooit goed heb begrepen, dat is dat blijkbaar de staatsveiligheid toch wel contact had met buitenlandse zaken op het hoogste niveau. En dat heel die zaak gedurende jaren is kunnen blijven verder lopen. Men dacht zo dat in België toch zulke mentaliteit weinig aanwezig was. Dat was zo de algemene indruk. Ten onrechte wellicht, maar dat was zo het gevoel. Zodanig dat ik meegemaakt heb dat ministers voorgesteld hebben dat men de staatsveiligheid zou afschaffen, bijvoorbeeld. Zij vonden dat ze toch geen inlichtingen kregen of zeer weinig inlichtingen kregen. En tot wat dient dat? Het contact tussen Kuznetsov en Michiels houdt voorlopig op. Kuznetsov wordt naar Rusland teruggeroepen. Het cultiveren van een kandidaatspion zou later nog renderen. Ondertussen staat op kantoor bij Eugène Michiels al iemand anders aan de deur. Deze keer een Roemeen. Dit Roemeen in kwestie die heet Johan Kovacsi. Dat was een heel aangename mens met wie ik heel goed over de baan kon. En we zijn trouwens na een zekere tijd vriend van elkaar geworden. Het is eigenlijk de beste vriend die ik ooit gehad heb. Johan Kovacsi is in werkelijkheid een inlichtingenofficier van de Securitate, de Roemeense geheime dienst. Kovacsi ziet onmiddellijk de zwakke plek van Michiels. Je crois que c'est un homme avide d'argent, malgré que je crois qu'il n'en ait pas besoin. Om de 3 of 4 weken kwam hij bij mij en dan gingen we samen naar een restaurant, dan een keer hier en dan een keer daar. En daar werd er gebabbeld over koetjes en kalfjes, maar vooral over de EEG. Tijdens een van de etentjes krijgt Michiels een enveloppe. Thuisgekomen ziet hij dat er geld in zit, ter waarde van 30.000 Belgische frank. Ik wist niet waarom hij mij dat gegeven had. En toen ik hem de volgende keer terugzag, had ik die envelop bij met het geld erin. Ik zeg, Johan, zeg ik, waarom geeft u me geld? Hij zegt, cher monsieur Eugène, zegt hij, c'est par sympathie que je voulais donner. Ja, ik was verplicht van het terug te nemen. Ik kon het toch moeilijk op de tafel laten liggen als drinkgeld voor de kelder. Michiels krijgt van zijn Roemeense vriend later ook nog een fototoestel als geschenk. Gedurende deze voorbereidende fase hebben ze opgemerkt dat ik een gewillig persoon was en één van mijn karakteristieken erin bestaat dat ik graag plezier doe aan andere mensen. En dat op een bepaald moment begon hij dus langzamerhand te vragen, ja, u hebt toch een belangrijke post op buitenlandse zaken, kunt u dat soms niet aan confidentiële papieren geraken, dus vertrouwelijke papieren die dus bestemd zijn voor de dienst, maar niet voor een buitenstaander. Zeg, ja, inderdaad, zeg, ik kan nogal gemakkelijk door mijn functie de hand leggen op veel vertrouwelijke papieren.
En als ik u daar plezier kan mee doen, zeg, dan zal ik dat nu en dan ook wel eens doen. En dat heb ik ook gedaan. Kovacsi vindt de medewerking van Michiels verdacht gemakkelijk. Cet homme me semble tellement avide de me fournir des renseignements qui me semble suspect. Michiels geeft vooral vertrouwelijke documenten over de handelsbetrekkingen tussen Oost en West. Maar hij geeft ook geheime NAVO-documenten. Ik wist natuurlijk wel dat het een onzuivere situatie was. Maar ja, ik was misschien wat aangetrokken door het geld dat hij me gegeven had en door de camera die hij me gegeven had. En ja, ik was zo'n beetje langzaam op een verkeerde pad aan het geraken. En had u dat zelf niet door? Ja, ik had het eigenlijk wel door, ja. Ik had het eigenlijk wel door, maar ja... Het was een spannende situatie. Er waren dus... Ik heb gewoon dus die situatie aanvaard. Het hoofdkwartier van de Securitate in Boekarest beseft dat ze met Michiels een goede bron hebben. Kovacsi schrijft hierover... La centrale à Bucarest considère, vu les résultats obtenus, que Michiels est actuellement une de leurs meilleures sources. In de hiërarchie van de administratie en in het vervullen van taken in de administratie, directeur buitenlandse zaken, is een vrij mooie post. Qua symboolwaarde ook niet te onderschatten. Nee, dat is juist. En die man werkt dus zowel voor de Russen als de Roemenen. Ja. Gezien het belang van deze bron wordt de manipulatie van Eugène Michiels vanuit Boekarest overgenomen. Ioan Kovacsi treedt voortaan als tussenfiguur op. Hij heeft gezegd dus, ik heb me nu al verschillende keren confidentiële papieren gegeven, maar dat zal van nu af aan veranderen. Ik heb hier voor u een serviet meegebracht, een schone bruine leden serviet met een ritssluiting aan de linkerkant, een ritssluiting aan de rechterkant. Met een mooi leren handvat in donker leer en met aan de binnenkant verschillende vakjes. Die serviet gaat namelijk dubbele dienst doen. Bij u dient ze om er documenten in te steken in het Frans. En bij de Roemeen die u gaat ontmoeten, zal er geld in gestoken worden. Als u die Roemeen ontmoet, dan moet u gewoon de servietten wisselen. Boven de documenten moest ik een hoeveelheid fruit leggen. Na de verwisseling van de aktentassen op de contactplaatsen vond ik mijn vergoeding die de Roemenen mij betaalden voor die bepaalde levering terug in het geheime vakje van de aktentas. De contacten verlopen voortaan ook buiten België. De eerste keer in Nederland, hier op dit parkeerterrein, 30 kilometer voorbij Maastricht, in een tunnel onder de autoweg. De dag en uur dat hij had bepaald, ben ik er naartoe gegaan. Ik zag hem inderdaad in de verte afkomen met dezelfde serviet als ik. Toen we bij elkaar waren en elkaar kruisten, hebben we gewoon de servietten gewisseld. Michiels geraakt hoe langer hoe meer verstrikt in het net. Hij is zich nauwelijks bewust van de risico's. Ook niet als zijn chef hem daar terloops op wijst. Ik was al, geloof ik, een paar jaar bezig met die spionage, dat hij zo toevallig op een van die vergaderingen zei, ik hoop dat nooit één woord gezegd buiten gaat wat hier gebeurt. En toen was ik al 2 jaar bezig ongeveer. En hij zegt dan, als we dat ooit ontdekken, we'll hang him, we hangen hem op. Maar ik heb het er levend afgebracht. Een tweede illegale afspraak wordt vastgelegd op een bovengronds parkeerterrein in het centrum van Maastricht. Ioan Kovacsi geeft de nodige aanwijzingen op een schets. Michiels rijdt er naartoe. Het betreft wel de parking waar ik mijn voertuig moest parkeren op de 5e verdieping. Vervolgens langs een trap naar beneden gaan en waar ik tussen de 3e en de 4e verdieping eenmaal de genaamde Philippe Vanille ontmoette.
Hardy Philippe is officieel een diplomaat. In werkelijkheid is ook hij een agent van de Securitate. We hadden elkaar natuurlijk nooit gezien, maar we konden maar gemakkelijk elkaar herkennen dat we dezelfde valies hadden. Zelfs serviet. Alleen die methode zal zijn van die aard dat je toch als een normaal mens zou moeten zeggen, ja, maar ik ben hier toch wel bezig met in een netwerk te geraken waar ik nooit meer ga uitgeraken. En dus nooit of nooit blijkbaar is dat bij hem doorgedrongen. En dat is die zin voor een stukje verantwoordelijkheidszin die hij mist. Ik heb me dikwijls afgevraagd, waarom heb je dat voortgezet? Ik denk dat er maar één reden is. Ik was verlekkerd op geld. De meeste mensen trouwens zijn verlekkerd op geld. En ik kon geld krijgen zonder er eigenlijk veel te moeten voor doen. Het volstond maar dat is enkele papier waarop ik beslag kon leggen, dat die in de valiespak aan hem gaf. U zei genaardig, je moet psychologisch iets aan schelen. Anders heb ik daar geen verklaring voor. Tenzij dat er ook nog een ideologisch element zou bijkomen. Dat is het geval niet. Hij deed het alleen maar voor het geld. Jawel. Kan moeilijk verdedigd worden, hè? En de spanning. Ja. Eigenaardig. Zo eenvoudig is het dus. Michiels verzamelt alles wat hij te pakken kan krijgen en kopieert tijdens de middagpauzes het een na het ander. Door het feit dat ik nogal een hoge plaats had, kon ik eigenlijk beschikken over eender welk document dat er in het ministerie was. Ik was heel vriendelijk in mijn omgang met de mensen. En al de mensen waarvan ik wist dat zij confidentiële papieren kregen, die sprak ik aan en die gaven die mij in volle vertrouwen. Dus dat achteraf zijn ze wel dan te weten gekomen dat het voor heel wat anders was dan vertrouwen natuurlijk. Men had vertrouwen in die man, die had tot dan toe geen aanleiding gegeven tot verdachte bewegingen of operaties ofzovoorts. Men had daar vertrouwen in, die deed dat zoals dat behoorde. Hij was een onopvallende figuur, bijgevolg zou men nooit gedacht hebben dat hij zich tot zoiets zou geleend hebben. Het was toch zeker niet een directeur met envergure, integendeel. Het was eerder een teruggetrokken iemand die een indruk gaf van een ambtenaar te zijn die zijn job deed. Maar daar bleef het dan ook bij. Een grijs figuur? Ja, vond ik toch, ja. Dat het allemaal zo makkelijk was, verbaast ook Kovacsi. Later zal hij hierover zeggen. Cette affaire, mon opinion personnelle est qu'il est totalement incroyable que quelqu'un de ce niveau, ayant une fonction aussi sensible au sein du ministère des Affaires étrangères, n'ait pas reçu la moindre formation dont le but direct est de le mettre en garde contre des essais de recrutement. En heeft men nu vanuit het ministerie dan nooit gewaarschuwd voor het gevaar van spionage? Nee, daar is nooit een woord over gesproken. Nooit. Ze hebben er waarschijnlijk aan gedacht dat zoiets niet kon. Dat verschilt van mens tot mens, zoiets. Hè? Of je daar gemakkelijk voor toegankelijk bent of niet. Maar zeg het ook iets over het ministerie. Ja, misschien zolang men geen schandaal heeft gehad, dat men een beetje dat verwaarloosd heeft. Dat is ook best mogelijk, daar kan ik niet over spreken. U wordt minister in een departement, u komt daar. U kunt dat niet van onder tot boven gaan bestuderen, gaan ontleden. Dan zou u maanden nodig hebben vooraleer u uw eigen werk zou kunnen doen. Hè? Dus, en u vertrouwt ook natuurlijk op de leidende ambtenaren, dat die ieder voor zich in hun departement goed uitkijken wat daar gebeurt. Hè? Is daar dan een zekere lichtzinnigheid of een pure routine die speelt? Vertrouwt men de ambtenaren toen in die tijd op dergelijke, in mijn ogen toch niet onbelangrijke posten, zomaar? Krijgen die daar opleidingen rond? Worden die gewaarschuwd voor de gevaren die ze lopen en zo? Ik vond dat eigenlijk, ik weet niet, de interne keuken van Buitenlandse Zaken kende ik daarvoor niet voldoende, maar ik stelde mij daar toch vragen bij. En dan ben ik op zoek gegaan naar een specialist, of wij die hadden enzovoorts. En ik moet u zeggen,
Ik heb toen iemand gevonden. Ja, en geprobeerd die in buitenlandse zaken binnen te brengen. En ik moet zeggen, dat is geen gemakkelijke operatie geworden. Ik ben langs alle kanten tegengewerkt, omdat ik van plan was van dat te doen. En omdat dat dus geen ambtenaar van buitenlandse zaken was. En omdat die dus niet in de hiërarchie van het departement stond. Enzovoorts enzovoorts. En ja, die man is op den duur weggegaan. Die wilde niet meer blijven. Dit tussen haakjes. Maar zegt u nu dat u pogingen ondernomen hebt om precies meer aandacht te hebben voor die veiligheidsproblemen? Ja. En dat die pogingen gedwarsboomd werden? Ja, op buitenlandse zaken, ja. Michiels heeft het perfecte profiel van een spion. De man valt niet op en leidt een ogenschijnlijk onberispelijk leven. In het weekend speelt hij in de Sint-Catharina-kerk in Hasselt op het orgel. Maar achter de orgelist zit een spion die hoe langer, hoe verder gaat. Michiels moet voortaan zijn contactpersonen ontmoeten op de Roemeense ambassade in Kopenhagen. Ik ben er gaan aanbellen en ik hoorde op dat moment heel harde radiomuziek. De persoon die kwam open doen, dat was een man. Die bracht me binnen in een bureel waarvan hij alle deuren sloot. En ik had de serviet bij en hij had zijn serviet. Dat was het klassieke scenario. Het kwam mij eigenaardig voor dat hij de radio luid liet spelen terwijl ik bij hem was en dat hij mij een briefje toeschoof met de vermelding Don't speak too loud. En het laatste berichtje was, voortaan moet je verschillende keren naar Kopenhagen komen, maar niet meer hier. Johan Kovacs zal je zeggen op welke plaats u in het vervolg mijzelf zult ontmoeten, maar niet meer op de ambassade zelf. Maar hij sprak dus niet met u, hij gaf wel papiertjes? Hij gaf wel papiertjes, maar hij heeft geen woord gesproken. En ik ook niet. Ik heb gewoon dus geknikt met mijn hoofd, als het nee of als het ja was. En verder is er dus helemaal geen woord gesproken. Vond u het spannend? Inderdaad, ja. En het werd nog spannender en spannender. Michiels krijgt bezoek van deze man, Vyacheslav Grushin, officieel een Russisch commercieel vertegenwoordiger. Na het voorbereidende werk van Kuznetsov kan Grushin meteen ter zake komen. Het eerste wat hij vroeg, u kunt me toch papieren bezorgen? Confidentiële papieren. Ik zeg, ja, dat kan ik natuurlijk wel. En vermits ik al zo lang bezig was met te spioneren voor de Roemenen, was voor mij geen probleem om ja te zeggen op die vraag als het over Russen ging. En ze wisten het niet van elkaar? Ze wisten het niet van elkaar, nee, nee. Dus dezelfde informatie verkocht u eigenlijk twee keer? Twee keer, ja, inderdaad. U mocht het zo stellen. Michiels en Grushin ontmoeten elkaar in verschillende steden in Brabant. Er zijn verschillende afspraken en scenario's. Het een al wat fantasierijker dan het ander. Van mij werd verwacht dat ik een attaché-case van zwarte kleur en een krant in de rechterhand zou dragen. Mijn contactpersoon zou mij de volgende vraag stellen. Kan u mij zeggen waar ik hier ergens Engelse meubelen kan kopen? Ik zou dan moeten antwoorden, nee, maar u kan die vinden te Westerlo op ongeveer 20 kilometer van hier. Na ongeveer een 4 of 5 malen een contact hebben gehad met Grushin, heeft hij me gezegd, nu gaan we van tactiek veranderen. Het is gedaan met mijn documenten te geven, dat is veel te gevaarlijk. Dat zou kunnen dat men dat opwerkt, dat je mij die zaken geeft die in feite verboden zijn. Zeg, vanaf vandaag gaan we werken met microfilm. Ik zal u een film geven, dat is een speciaal film, daar kunt u 125 documenten mee fotograferen. Hij gaf me ook dus een fotoapparaat. Dat was een Pentax, helaas zonder gebruiksaanwijzing. Michiels heeft niet door dat het om een microfilm gaat. Een proefopname mislukt. In de mening verkerend dat de cassette gewoon defect was en er in de verste verte niet aan denkend dat het om gedrukeerd materiaal ging, vond Michiels er niets beters op dan de volgende maandag de defecte cassette te gaan omwisselen in de fotohandel. Ik zeg, kunt je me een andere film bezorgen, want die gaat niet. Inderdaad heeft hij het dan gedaan en dus de film die ik hem gaf, heeft hij in de vuilbak gegooid.
Toen deze laatste enkele tijd later Grushin opnieuw ontmoette en hem er opmerkzaam op maakte dat de eerste film die hij had willen gebruiken het niet deed en hem dus was gaan omwisselen, kreeg de Sovjet eerst alle kleuren en vervolgens een ware woedeuitbarsting. Wat, zegt hem, heb jij die film die ik u gegeven had gaan weggeven in een fotograaf die hem in de vuilbak heeft gegooid? Hij zei me, beginnen te ondervragen, en hoe is hij juist geweest? En waar was het en wanneer en om welk uur? Ik zeg, ja, ik heb die film gaan afgeven, ik heb een andere gekregen. Zeg, je had me moeten te goed informeren over de manier waarop het moest gebeuren. En ik gaf me dan een andere film natuurlijk. Hij was echt ontdaan dat er zoiets gebeurd was. Maar het was een beetje zijn eigen schuld. Je had me moeten beter informeren natuurlijk. Hè. Als alles wel goed gaat, wordt de microfilm aan Grushin bezorgd. Ook dat gebeurt op een bijzondere manier. En was het een bos of...? Nee, dat was geen bos. Het was alleen maar struiken. Alleen maar struiken. Maar je zou hier kunnen stoppen en dan... Wacht eens aan de... Die zit wel in Glabbeek. Daar misschien, aan die kant. Ja, ja. Als je kunt terugdraaien... Dat is hier heel... Heel rustig gelegen, hier komt geen luis voorbij eigenlijk. Als je hier kunt stoppen. Ja, hier ergens is het geweest. Wat er voorwerp bij een klein schip. En daar hebben we een opening mee gemaakt. En dus dan achteraf de toe bedekt met een graszode. En hier zijn geloof ik ongeveer 4 keer heb ik in de film in verstopt. En er was dus een afspraak hoe dat we moesten melden dat de film er was. Hier in die stuik komt niemand natuurlijk gaan zoeken of er geen film was. Ja. En je bent ook nooit ontdekt door andere mensen? Nooit ontdekt, nee, dat niet. Daarbij, als er iemand afkwam, dan zag je dat. En dan wachtte dat die persoon terug uit het zicht verdwenen was. Hè. Als er een film in de bus ligt, wordt dat via een andere afspraak met Grushin duidelijk gemaakt. Als de film er lag, dan moest ik op een vrijdag rond 2 uur op de linkerstoep van de Louiselaan gaan wandelen. Hij zou dan aan de rechterkant zijn, zonder dat ik hem zag. En als hij me gezien had, dan wist hij dat de film er was en hij rustig naar Ginder kon gaan om de film te halen. In de agenda van Michiels staat ook een merkwaardig boodschappenlijstje. De 3 blikjes spa corresponderen elk met een dode brievenbus. Een van deze blikjes spa moet worden gedeponeerd in een afvalbak langs de autoweg. Een rood blikje hier betekent dat er een film in Tiene ligt. Ik moest hier zo een rood spatbusje op die manier verminkt, samengeduwd, ingooien. En als ik dat vond, dat was dus een definitief teken dat ik de film uit de dode brievenbus ga halen. Over de waarde van de documenten die Michiels geeft, is er discussie. Volgens de een gaat het over betrekkelijk nutteloze informatie. Volgens de ander heeft de vijand, Rusland en Roemenië, daar toch wel voordeel uit gehaald. Daar zou hij de veiligheid van het land of van het Westen kunnen hebben in gevaar gebracht hebben. Of toch ondermijnd hebben in ieder geval. En dus dat hij voor een land als België, dat leeft van de export enzovoorts, dat hij dat voor geld bekendmaakt, hoe wij ons voorbereiden op bepaalde gebeurtenissen. Op de Europese eenmaking bijvoorbeeld, de onderhandelingen die gaan gebeuren. En dat we dan de positie van België langs buitenlandse zaken bekendmaken aan Roemenië en aan de Sovjet-Unie. Dat is wel werkelijk het land en zijn burgers in hun eigen specifieke belangen kwetsen, schade toebrengen. Door het feit dat het over informatie ging die louter commercieel was,
heb ik nooit gedacht dat ze er veel nut hebben kunnen uithalen. Ze hebben er anders wel veel voor betaald. Ze hebben er inderdaad veel voor betaald. Maar ze hebben misschien gedacht, vroeg of laat krijgen we betere informatie. Maar dat kon ik niet geven. Al wat ik gegeven heb, dat meer kon ik niet doen. Minimaliseert u de waarde van de informatie die u gegeven hebt? Eigenlijk wel, ja. Ik minimaliseer de waarde van de informatie. Als besluit zou ik willen laten opmerken dat al deze documenten volgens mijn mening weinig belang hadden en ik in feite nooit heb begrepen waarom zowel de Russen als de Roemenen er zoveel voor over hadden. Hij heeft het nooit met zoveel woorden gezegd, maar ik leidde eruit af. Ik rol die mannen eigenlijk wel, want ik krijg geld voor iets dat niet overeenkomt met de waarde die die documenten hebben. Het zijn geen strategische documenten. Dus er was van die kant wel het gevoel dat bij mij toch op de duur naar boven kwam. Ik heb ze nogal liggen, hè. Brussel, 20 juni 1983. Vanuit een publieke telefooncel wordt getelefoneerd naar de staatsveiligheid. Een man vraagt naar een dringend contact. De man maakt zich niet kenbaar en klinkt erg zenuwachtig. De lijn wordt verbroken. Een minuut later belt hij opnieuw. De man dringt aan op grote discretie. Er wordt een afspraak gemaakt in Café Trappist. Twee agenten stappen daar even later binnen en zien een man alleen aan een tafeltje zitten. De man zegt hen dat hij politiek asiel wil vragen, samen met zijn echtgenote en 5 kinderen. De man die belde is Ioan Kovaci. Eugène Michiels heeft enkele weken nadien nog een afspraak met hem in Brussel. Kovaci geeft hem de opdracht samen met zijn echtgenote naar Joegoslavië te gaan. Michiels merkt iets op. Ik kwam alleen zeggen wat zijn boodschap overbrengen. Dus van afspraken maken in Savta in Kroatië. En daarmee was het afgelopen, daarmee was het gedaan. Heel kort en zakelijk? Heel kort en zakelijk, ja. Hij was veranderd? Oh, ja, absoluut, hij was veranderd. Ook uiterlijk was hij niet meer dezelfde van vroeger. Ik weet niet of hij toen al in zijn hoofd had van mij te gaan overdragen. Maar ofwel voelde hij zich al schuldig, ik weet het niet. Maar het was de totale metamorfose. Michiels krijgt alvast 2 tickets. Een week erna kreeg ik heel eigenaardig een mysterieuze telefoon op mijn bureau. Het was in het Engels en hij zegde mij: "Your friend has disappeared." Uw vriend is verdwenen. Hij is totaal onvindbaar. En hij zegde mij ook nog, maar je moet dus wel naar Savtat gaan. Maar je mag geen serviet meepakken, je mag geen papieren meepakken. Je zult alleen dus daar een ontmoeting hebben met die Ioan Volucci, maar zonder papier erbij. Ze hadden ook een hotel gereserveerd, het hotel heette Kroatia. Ik ben met mijn vrouw daar naartoe geweest. Die had gereserveerd voor een paar weken. En ik kreeg als opdracht van om de 2 dagen te voet te gaan wandelen van het hotel Kroatië in de richting van Dubrovnik. En dan zou ik op een bepaald moment dus die andere Roemeen ontmoeten. Die andere Roemeen is Ristea Priboy, een officier van de Securitate. De week daarna begaf ik mij terug naar de rendezvousplaats waar ik Snormans ontmoette. Deze zei mij dat hij sinds 20 juni geen nieuws meer had van Kovaci, die spoorloos verdwenen was met zijn vrouw en kinderen. In functie van deze verdwijning raadde mijn correspondent mij aan alle documenten en sporen van onze contacten te vernietigen. Hij zegt dat kan van alles betekenen. Dat kan zijn dat het slecht met u afloopt. Als u terug naar België gaat, dat kan ook zijn dat het niet slecht afloopt. Hij gaf me een adres van Boekarest. Hij zegt, als je in België terug bent gekomen, dan moet je op het adres dat ik u geef een kaartje sturen. Een open kaartje. De informatie die erop staat is zonder belang. Volgens de gebruikte kleur van de inkt zou deze kaart volgende betekenis hebben. Rode inkt, ik heb nieuws over Kovaci. Groene inkt, het gaat goed met mij. Zwarte inkt, ik heb moeilijkheden. Hij zegt, vermits dat je dus zo goed voor ons bent geweest,
En vermits de kans bestaat dat je in België problemen gaat krijgen, geef ik u erbij $8,000. Dat was een geweldige som natuurlijk, $8,000. Ik heb die aangenomen. Hij heeft me terug met zijn taxi naar het Hotel Kroatia gevoerd en van mij afscheid genomen en gezegd, van Jof scheiden onze wegen. Michiels blijft nog een paar dagen in Joegoslavië met zijn echtgenote. Zij is maar heel sumier op de hoogte van zijn spionageactiviteiten, maar waarschuwt wel. Mijn vrouw heeft stikkers tegen mij gezegd, pas toch op wat dat je doet. Ik zeg, waarom, zei ik, dat kan toch niks gebeuren. In werkelijkheid was het al gebeurd. De vakantie zit erop. De Roemenen betalen de rekening en Michiels keert terug naar België. De man gaat, zoals hij al bijna 30 jaar doet, opnieuw naar kantoor. Dus op 8 augustus 1983 ging ik dus naar Brussel. En om 8:45 op mijn bureau doet er iemand de deur open. Dan komen 3 personen binnen. Ze laten hun kaart zien, zeggen staatsveiligheid. Toen viel natuurlijk de hemel op mijn kop. Ik wist wat er ging gebeuren. Dat ze ontdekt hadden dat ik met spionage bezig was. Ze hebben een zekere Frans Reniers opgebeld, die hoofdcommissaris was van de gerechtelijke politie in België. Die is mij beginnen te ondervragen. En ik voelde wel dat ik kon niks verstoppen. Ze wisten alles, van A tot Z. En ik zie hem nog altijd. Op een bepaald moment staat hij recht. Hij gaat over en weer in de kamer. Hij kijkt op zijn horloge en zegt, het is nu 14:30. Van nu af bent u aangehouden. Eugène Michiels begrijpt hoe laat het is. Hij bekent onmiddellijk alles. Ik ben akkoord u de ganse waarheid te verklaren betreffende mijn illegale activiteiten. Sinds 1976 tot op heden heb ik illegale contacten onderhouden, zowel met personen van de Russische als met personen van de Roemeense ambassade te Brussel. Michiels wordt opgesloten in de gevangenis van Vorst en contacteert zijn advocaat. Ik zou eerder denken dat hij eigenlijk niet dacht dat hem zou kunnen overkomen. Hij vond dat hij nogal een goed plan had uitgewerkt en dat hem eigenlijk weinig of niks zou overkomen. Maar dat plan werkte dus niet. Door het overlopen van Kovacsi wordt Michiels ontmaskerd. Ik heb die dus 6 jaar gekend en dat was echt mijn beste vriend geworden. Dat had ik nooit van hem verwacht dat hij zoiets zou doen en toch is het gebeurd. De ministeries van Justitie en van Buitenlandse Zaken slagen erin de zaak 2 weken stil te houden. Op 20 augustus brengt De Morgen het nieuws uit. On a suivi cet homme depuis un certain temps. Il était suspect, mais maintenant, grâce à des informations qu'on a pu recueillir, il a été arrêté. Andere nationale en internationale kranten nemen het nieuws in het lang en het breed over. Ik ben eigenlijk wereldberoemd geworden. In de week na mijn aanhouding heeft in alle gazetten van West-Europa, in Amerika, in Zuid-Afrika en Congo, is het verhaal gedaan van mijn aanhouding en soms met een foto erbij. Schaamde u zich ook? Hoe zegt u? Schaamde u zich ook? Nee, dat niet. Nee. Ik heb helemaal geen schaamte gekend. Schuld? Schuld ook niet. Nee. Fierheid? Fierheid wel, ja. Ik ben eigenlijk echt fier dat ik dat gedaan heb. Omdat het enige is dat in België is gebeurd van die naard. Het is eerder een eigenaardigheid, de psychologie van die man, hè, die daar zoveel jaren later, nadat hij in de gevangenis gezeten heeft, nog waarderend over zichzelf spreekt. Laat het me zo zeggen, daar is iets psychologisch dat niet in orde is. Hè. Ofwel moet die valse gedachten hebben, helemaal verkeerd georiënteerd zijn. Helemaal, maar dat is dan ook nooit uitgekomen toen hij ambtenaar was, want dat moet dan ook nog bij andere dingen blijken. Hè. Hij was inderdaad jarenlang directeur op Buitenlandse Zaken. Ja. Ion Kovacsi, de man die overliep en zo Eugène Michiels ontmaskert, wordt verder grondig verhoord. Naast een pak informatie geeft hij ook een motief voor zijn overloperij.
car je considère que la politique communiste est un échec total, car menée par des hommes n'ayant pas de compétences. La politique du président est une politique d'improvisation, une faillite, un mensonge. In ruil voor zijn informatie krijgt hij bescherming. Men stelde hem voor hier bij ons in het land, dus een woning, een verblijfplaats, dat wilde hij niet. Of in Nederland of in Frankrijk ofzovoort, dat wilde hij niet. Hij wilde mordicus naar de Verenigde Staten gaan. Hij wilde naar Amerika en nergens elders. En hij is naar Amerika gegaan. Onder een nieuwe identiteit. Ja. Anderen verging het minder goed. Naast de ontmaskering van Michiels worden nog 4 Roemeense en 2 Russische diplomaten persona non grata verklaard en het land uitgewezen. Dat is in de diplomatie die niet uitzonderlijk. En hoe reageren de respectievelijke landen daar dan op? Algemeen tonen die zich verbolgen, die tonen zich kwaad, die zeggen dat dat allemaal niet waar is. Maar ze kunnen niet logen dat er feiten gebeurd zijn, hè? Vermits we ze ontdekt hebben. De Roemeense regering deelt mee dat geen enkele van voornoemde agenten de heer Michiels kende en dat geen enkele ooit zelf officiële contacten met de heer Michiels heeft gehad. De staatsveiligheid schrijft in een brief aan minister van Justitie Gol: L'affaire qui nous occupe peut être considérée comme très grave. Michiels a agi illicitement au détriment non seulement de la Belgique, mais aussi d'institutions internationales et partant des pays qui en sont membres. Men zou eens moeten kunnen nagaan, hè? Wat die begrippen dus, hè? Het land waarvan men de nationaliteit draagt, de mogelijkheid om daar goed zijn brood te verdienen, dus ambtenaar zijn, directeur zijn, in een briljante administratie, buitenlandse zaken, hoe dat men er kan toekomen van dat allemaal te misprijzen en dat te verachten en zich daarvoor te verkopen. Een jaar na zijn arrestatie verschijnt Michiels voor de rechtbank in Brussel. Ze hebben mij eigenlijk beet gehad. Hè. Vooral de Roemeen. De dag dat hij begon is met me geld te geven, toen ben ik op een glijdende baan geraakt. Hè, die naar omlaag wees. En werd het moeilijker en moeilijker om in stand te houden, op die glijbaan. Hè, waar ik op verrijst. En uiteindelijk bent u laag gevallen? Eigenlijk wel, ja. Ja, aangehouden. Gevangen en aanhouding, dat is inderdaad iets dat laag gevallen is. Iemand die dat heeft, die dat krijgt, die is inderdaad laag gevallen. De rechtbank veroordeelt Michiels tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Een zware straf, onder meer omdat Michiels het deed uit zuivere winstbejag. Was uw spionageactiviteit ook politiek gemotiveerd? Eigenlijk niet. Nee, ik heb altijd gedacht in termen van handel, van commerciële gegevens. Dus helemaal buiten de politiek. U wou gewoon geld verdienen? Ik wou gewoon geld. Ja, zo is het in feite. Dat is in één zin gezegd waar het om draaide. Ik wou geld verdienen. En dat gebeurde op een heel spectaculaire en verrassende en aangename manier. Michiels verdiende met zijn spionageactiviteiten in totaal een kleine 3 miljoen Belgische frank. Ik denk dat ik naïef ben. Ik denk dat het enige is dat je kunt verklaren dat ik naïef ben. En dat zal waarschijnlijk een van mijn slechte kwaliteiten zijn geweest. Naïviteit. Van de 8 jaar gevangenis zat Michiels 3 jaar effectief. Hij verloor ook zijn ambtenarenpensioen. Nu leeft hij in een rustoord. Ik stel vast dat u vindt dat mijn ruimte hier groot genoeg is. Maar ik ben gewoon geweest gedurende 3 jaar in een kleine ruimte te leven. Eugène Michiels is de enige spion die in naoorlogs België veroordeeld is. De man leidde jarenlang een dubbel leven. Hij was ambtenaar en spion. 3 maanden voor zijn pensioen kwam aan dat dubbel leven een einde. Ik heb er moeten verboeten, maar ik heb er geen spijt van. Omdat ik een schone tijd heb gehad, ik heb u al gezegd, de schoonste tijd van mijn leven waren die 3 jaar dat ik spioneerde voor de Rus en voor de Roemeen.
Volgende week brengen we het portret van Jean Daskalides, ofwel Daska. Hij is de man achter het Belgische symbool, de pralines van Leonidas. Hij was van Griekse oorsprong. Zijn familie kwam aan in ons land toen hij 6 maanden oud was. Maar de Grieks-orthodoxe immigrant ontpopte zich tot een heel gedreven Belg en Gentenaar. Uw nationaliteit is daar waar dat gewoond, waar dat geleefd, waar dat je vrienden hebt, waar dat je brood verdient. En al de rest is zever. En ik heb wel Grieks bloed in de aders. Een beetje zorgbaarachtig. Maar, gelijk dat ik het zo graag zeg, maar ik ben toch een Gentenaar. En ik voel me zeer Vlaams ook. Ja, mijn pa, om het in het Gents uit te drukken, was een wijze vent. Je ziet dat hij mij geen gezicht heeft. Hij was aan de ene kant een dokter, een wetenschappelijke mens. Hij was een zokkenmens. We hebben 18 magazijnen aan ons, in Brussel, Anvers, Ostende en Blankenberg. Maar aan de andere kant was hij ook een beetje een artiest. Maar natuurlijk de minder rationele kanten, de speelse aspecten, de creatieve kanten ook. Hij was dus een van die Gentenaars die iets voor zijn stad betekend heeft, iets voor zijn stad gedaan heeft en aan zijn stad een zeker relief heeft gegeven. Ik zou dus zeggen, een ereburger van de stad Gent. Daska was bezeten van film. Hij filmde zelfs zijn hele leven. Die unieke beelden zijn de leidraad in de historie van de zoetste Belg, Jean Daskalides. Heel graag tot donderdag. Venster op de wereld.